Het huisvestingsplan dat van 2012 tot 2017 werd uitgevoerd door de vorige regering, is nog valide en zal verder worden uitgewerkt door het huidige regime. Mark Romy, projectmanager van de werkgroep Landelijk Woningbouwprogramma, gaf vandaag op een persconferentie van de regering uitleg over fase 1 van het programma. Romy stelt dat er realistisch is gekeken naar de huidige economische omstandigheden in het plan van de regering. Het plan is sowieso valide. En wat wij dus ook weten is dat vanuit het ministerie van Openbare Werken het huisvestingsplan ook wordt geüpdate. Dus in ons projectbureau zitten er ook vertegenwoordigers van Openbare Werken. We hebben ook gekeken naar bouwprijzen en hoe dat zich verhoudt tot het maximaal leenbedrag. Maar misschien kunnen de mensen van de bank ook aangeven, want zij werken al met die nieuwe parameters. Vertegenwoordigers van de banken stelden dat er in december een onderzoek is gedaan waarbij is gekeken naar de bouwprijzen en de huidige inkomens. Uiteindelijk is er een nieuwe leensom bepaald, wat recentelijk ook is meegenomen. De conclusie is dat de huidige leensommen realistisch en betaalbaar zijn voor de doelgroepen die in aanmerking kunnen komen voor een 7% hypotheek voor woningbouw.